Sinterklaas kapoentje, een vlog in mijn schoentje, dat vind stel in je laarsje, dank u Sinterklaasje. Klik op YouTube nu meteen, zie mijn vloggen, waar gaat het heen? Wie is mijn gast? Hij is een baas, het is jouw event, Sinterklaas. Goedendag lieve vrienden van Da Vinci Vlogs. We hadden een aantal dagen geleden, hadden wij een aantal vragen aan jullie gevraagd over wat zouden jullie Sinterklaas nou willen vragen. Jongens, even mijn bril op. Zo, Random Yuri Vlogs. Hij vraagt, beste Sint, goedendag Yuri. Hoe lang duurt het om je baard te wassen? Nou jongeman, zal ik jou dat eens goed vertellen. Dat duurt ongeveer 10 minuten. Ik heb een nogal krullige baard, dus dat kost altijd wat extra tijd. De volgende vraag is van Just Me Vee. Ben ik braaf geweest dit jaar? Nou Vee, dat geloof ik best dat jij braaf bent geweest. Jij staat niet hier in het boek. Dus we hebben geen klachten van jou ondernomen dit jaar. Al die pakketjes allemaal, al die cadeautjes moet ik nog afgeven. Oh, wat een gedoe. Your Nightmare 78 vroeg aan mij, kan ik jou inhuren Sinterklaas? Sorry, ik ben niet te huur, ik kom altijd gewoon langs. We hebben een volgende vraag van Joran Vlogs. Mag ik je nummer Sinterklaas? Ik heb geen mobiel. Ik rij altijd met paard, dus ik... Zo vervoer ik mezelf. Dus ik ben altijd wel ergens rond aan het dwalen. Ja, dan word ik ook niet gestoord als ik weer in Spanje zit. Jeffro is cool. Vraag eens of Sinterklaas is meehelpt met de Bob van de Kok. Nee, maar ik heb wel gezien dat de kok mij probeerde na te doen. Dat was een hele slechte imitatie, helaas. T. Zingol vroeg aan mij, hoe heet je moeder? Sinter Fiona. Een prachtige naam, al zeg ik het zelf. De laatste vraag is van Mandy Loves. Zij vraagt aan mij, wat voor merk draagt u? Nou, ik zal je zeggen Mandy, dat ik nou even blote voeten aan heb. En dat ik geen merken draag. Sorry, ik zou zeggen tegen alle kinderen thuis, blijf braaf en blijf je schoen zetten, want Sinterklaas zal volgend jaar weer in het land zijn. En ook bij Da Vinci Vlogs. Nou, dat was even gezellig. Sinterklaas gaat nou weer terug naar Spanje. Althans, dat denk ik wel. Sinterklaas kwam ook nog eventjes langs hier in de buurt. Ja, geweldig. Want, dat hebben we ook gewoon opgenomen weer, hè? We gaan er vandoor, jongens. Oh. Oh, die. Goedendag met Sinterklaas. Nee, ik ga over 2 dagen weer weg. Oh, sorry, hoor. Het was weer. Wat een agressief gedoe, hè, Sinterklaas? Ja, het is toch ook maar wat allemaal, hè, lieve kindertjes. Fijn dat jullie weer zijn bij een nieuwe aflevering van Sinterklaas op pad. Jij bent helemaal geen visite, jij bent Sinterklaas, man. Ah, god, een grote ding, wat een grote ding, zegt die meid, of hoe noem je dat ding, die staf, die had ik altijd op mijn hoofd. Och, jongen, jongens, kunnen jullie die breuken even meer wissen uit die staf? Ja. Ja, die is weer kapot, ja. Ik denk dat ze neten. Oké, kerel, lopen maar, ja. Walk in the line. Hallo. Oh, dude. Pas op voor de deur. En je stok. Hey Vincent, zit er ook een flitser op? Is het niet?